Welkom op camping Château de Lomme in Somane. Ik ben Adinda en ik ga u een rondleiding geven op de camping. Langs hier komt u de camping binnengereden. Hier is de parking voor de bezoekers. En ook hier kunt u uw afval achterlaten. Aan de camping zelf stroomt de rivier de Hardon, waar u heerlijk in kan zwemmen als het heel erg warm is. Er zijn talrijke plaatsjes waar u in de rivier kunt gaan. De camping is beveiligd met een slagboom. Wanneer u aankomt, kunt u een kaartje vragen waardoor u de slagboom kunt openen wanneer u de camping verlaat. Het kaartje kunt u vragen aan de receptie, die hier eventjes verder is. Hier is de receptie. Daar vindt u ook flyers en dergelijke over de omgeving en wat u allemaal kunt doen. In de zomer is hier af en toe wel iets te doen. Zoals vanavond dansavond voor 15 euro met eten. Wat zou een camping zijn zonder een zwembad? U kunt hier ook minigolven. Hier vindt u het zwembad, met voldoende tuinstoelen om te liggen.
kom. Natuurlijk is er ook een bar. En een klein kruideniertje. U kunt hier natuurlijk ook petanken. En barbecuen. In de stijlcaravan bevindt er zich een elektrische barbecue. Langs hier gaat u naar de Hardon, waar u kunt zwemmen. Er zijn hier ook plaatsen om uw tent te plaatsen.
Voilà, langs hier kunt u in de Hardon gaan. Of u gaat een beetje verder. U kiest maar. Plekjes genoeg langs de rivier. Er is tevens hier een brugje gelegd. Waarom? Op deze manier kunt u te voet naar het dorpje, hier omhoog, om 's morgens bijvoorbeeld om brood te gaan in het kruideniertje. En hoor de stilte.